Ik wilde beginnen met een, uh, een kort filmpje. Dat is natuurlijk altijd uh, een mooie onderbreking. Misschien kan het licht even uit, uh, Wim. Maar uh, bij deze um, video wil ik graag een vraag stellen. Um, denk even na over deze vraag. Wat valt je op als je. Um, naar onze cultuur kijk. Er zit iets kenmerkends, typerends in dit filmpje over onze cultuur. Ik zal het, Dus is een korte filmpje, 50 seconden. Ik zal het twee keer afspelen. Hoe uh, je nu? Ja, ik denk dat het wel iets langer is. Maar... Hier is not Polen. It the courage. that keeps you moving the inner voice that keeps on saying one more you're close you're different because you've chosen it's not about how others see you it's about how you want to see yourself Because after all, it's all about you. Doe eens, wat valt jullie op in dit filmpje? Individualisme, en waar maak je dat uit op? Individualistisch? Okay. Ik? Zelfs zonder, zonder afhankelijkheid van God? Egoïsme. Sorry? Prestatiedruk. Identiteit. Ja, iets preciezer uh, Gerber. Zelf je eigen identiteit bepalen. Eenzaamheid. Eenzaamheid. Dat roept het bij je op? Ja. Sorry? Alles kan. Ja. Focus op je lichaam. Sorry? De norm, wat is de norm? norm. Oké, okay. ja. Ja. Dit is de cultuur waarin we leven. Dit is een filmpje van een fitnesscenter. Goed gedaan trouwens. Goede commercial. Maar het is typerend voor deze tijd waarin wij leven. Het draait om jezelf. Niet zozeer maar hoe anderen naar je kijken. Dat is ook een hele boeiende beweging. Hè? Niet zozeer wat anderen van jou vinden. Wat vroeger heel belangrijk was. dorp waarin je opgroeit. gezin waarin je opgroeit. De normenwaarden van vroeger. Dat bepaalde eigenlijk jouw levenspad. Maar dat schudden we van ons af. En we bepalen zelf wie we zijn en hoe we leven. En als ik altijd deze, deze boodschap hou. Ik heb hem al vaker gehouden. en Ik probeer hem ook alweer in een frisse jas te gieten. Dan voel ik me een beetje een uh, soort profeet. een beetje onheilsprofeet. profeet. Niet dat de Heer mij een profetie heeft gegeven, maar het is wel een duiding van de tijd. En ik vind het altijd een, uh, de minst leuke boodschap in dit weekend, dat we om ons heen kijken en dat we woorden geven aan wat gebeurt er nou en hoe was dat anders dan vroeger? En wat is de betekenis van nu? Maar ik denk dat we als Christen er niet aan ontkomen om af en toe heel goed te kijken wat gebeurt er om ons heen. En hoe kan je het duiden, hoe kan je het betekenis geven, zodat je kan bepalen, wat moet ik doen? Moet ik iets veranderen, moet ik iets omarmen, moet ik iets afleggen? Dus we duiken de culturen met elkaar. We gaan de cultuurrevolutie kort bestuderen. De seksuele revolutie die eruit voortkomt vanaf 1950, 1960. En we sluiten af, hoe blijf je dan staande in deze tijd als christen? Als je wil, als je wil. Je moet er iets voor doen. Goed. Je kunt op drie manieren reageren op deze boodschap. De struisvogel. Je kop in het zand steken. Misschien doe je dat al, heb ik ook heel lang gedaan. Ik na al die termen en al die wereld om me heen. Ik doe gewoon mijn eigen leventje lekker leven. En ik hou me vast aan wat ik heb. Ik zit in die zeil. Ik zit veilig in de kerk. Ik heb nog dezelfde vriendengroep. Ik zit op dezelfde baan. Komt allemaal wel. Blijf wel over. Of. Je bent de kikker. Je zit in de pan. Het water warmt op. Je kijkt nieuwsgierig om je heen. En denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel tof wat er gebeurt om me heen. En ja, het is niet allemaal goed en niet allemaal leuk. Maar ja, we leven in een moderne age, moderne tijd. De Bijbel, ja. Nou, dat is wel een inspirerend boek. En Jezus is ook wel, wel belangrijk. Maar ik sta open, adaptief. Nou, je kent het verhaal van de kikker: dat het dat water opwarmt. En wat gebeurt er met die kikker? Oploft. Even over fake nieuws. Laat je vandaag niks op de mouw spelden. Beide voorbeelden zijn niet waar. De struisvogel steekt zijn kop niet in het zand. En de kikker wordt op deze manier niet aan zijn einde gebracht. Maar goed, het zijn dingen die de wereld in zijn geholpen. Het helpt als metafoor. Maar het klopt niet. De rest van mijn boodschap wel. Hoop ik. Onderzoek alle dingen. Behoud het goede. Of ben je deze. We. Dit wonderlijke dier. Wie weet wat dit is. Degene die hem ooit wel eens gehoord hebben, die moet het even niet zeggen. Sorry? Nee, Een negenbever? Honeybats, ja. Even de Nederlandse naam. Honingdas. Fantastisch dier. Fantastisch dier. Bloemers zijn naam en tik op YouTube. En je kan uh, lang filmpjes over dit dier kijken. Laat zich niet kisten. Staat voor zijn territorium. Verdedigt haard en huis. Ik zal aan het eind nogal met deze, dit dier afsluiten... Eigenlijk onverslaanbaar. En ik vind het een mooi karakter, de dier, om uh, als beeld voor ons van. Nou, en dat is natuurlijk ook mijn hoop: dat je zegt: ik wil in deze tijd zo staan. Niet als een struisvogel, niet als een kikker, maar als een honingdas. Dus als je vanavond bevraagd wordt. wat heb je geleerd? Dan zeg je: ik wil zijn als een honingdas. Of een Arnie Of een, een badje En dan zeg je, huh, wat? Goed, ik begin met deze quote. De hedendaagse wereld, en dit werd geschreven in 1983, heeft een niveau bereikt die wanneer bekendgemaakt aan de mensen van voorgaande eeuwen de volgende kreet opgeroepen zou hebben. Dit is een apocalyps. dit is een openbaring, ja, dit is eigenlijk het eind van de wereld. Dus als iemand van vroeger naar nu zou kijken, dan zou hij zeggen, ja maar dat is het eind van de wereld, dat is, dat is onmogelijk. Wij zijn gewend aan de wereld van vandaag. En we voelen ons misschien ook nog een beetje thuis. Maar ik hoop, als je dat voor jezelf moet beantwoorden, te zeggen: ik voel me eigenlijk niet thuis. Ik voel me niet thuis in deze wereld die aan het ontstaan is in het Westen, in Europa, Australië, in de Verenigde Staten en uh, steeds meer delen van deze wereld. Dit is een quote van uh, schulzen Sietsen: een beetje een moeilijke naam. Rus, gestreden tegen het communisme, maar met name in het later leven gestreefd of ge, geageerd tegen de onbepaalde. Gebreidelde materialisme in het Westen. En hij schrijft: de mens is God vergeten. En daarmee is hij ook vergeten wie hij zelf is. Daarom gebeurt dit allemaal: God loslaten. Geen visie meer hebben op wie de mens is, wat God zegt over de mens. En dan kan je eigenlijk zeggen: is het hek van de dam? Dan gaan we helemaal doen wat we zelf denken, wat goed is. En je kan spreken over een omwenteling in de afgelopen decennia. De ouderen onder ons die kunnen dat nog wat beter uitleggen. Ik ben van 80, de meeste van jullie zijn van daarna. Misschien mee van heel recent, en zeg ja vroeger. Maar het is al fundamenteel anders dan 40 jaar geleden of 60 jaar geleden. En ik zal straks zeggen: even laten zien wat voor pad dat is gelopen. Dat je een beetje weet, klaar met je geschiedenisles. Het is revolutionair en manifesteert zich als een stroomversnelling. Het gaat echt ontzettend snel. De lucht die wij inademen in onze cultuur, misschien wel op jouw werk, op de universiteit, misschien ook wel in je kerk, die verandert snel van kwaliteit. Spraak van een klimaatverandering, dat weten we inmiddels wel. Maar van een culturele klimaatverandering die ons allemaal beïnvloedt, of je nou wil of niet. Het is een draaikolk die ons meetrekt en het is als een vloedgolf die over ons heen komt. Ik zou het zo kunnen schetsen. Ik heb dit uh, plaatje in de basis van Philip Noon. Hij heeft vorig jaar hier de zondagmorgen gesproken over relatievorming. Je zou kunnen spreken dat we eigenlijk... En de kribbe staat daar natuurlijk. De geboorte van de heer Jezus vanaf kerst. Onze samenleving gechristianiseerd is. Gekerstend. He, het heeft zijn wortels gekregen in Europa, in Amerika. En in vele andere delen. En dat heeft eigenlijk tot 1700... Heeft dat grotendeels bepaald hoe wij leven. Ik geloof... Ik geloof in God. Ik geloof in het woord van God. Of ik geloof in de priester. Of ik geloof. Noem het, maar in, noem het maar op voor jezelf. Waar je in zou kunnen geloven. Dicht buiten jouzelf. En het is objectief waar je in gelooft. En het heeft iets te zeggen over jou. Het heeft zeggenschap. Niet dat dit de perfecte tijd was. Want lees de geschiedenisboeken maar door. Zijn er zijn vreselijke dingen gebeurd. Maar over het algemeen was de norm in de samenleving van buitenaf opgelegd. Een religie. In God, in de priester, in de kerk. Bepaalde hoe je leefde. Het lag buiten de mens en het had zeggenschap. Goed, dan komen we in de tijd van het modernisme terecht. Je mag de termen echt vergeten. Het gaat even om de beweging. Veel meer de tijd van de feiten, het denken. De skaar zegt: Ik denk, dus ik besta, ik ben. Dit is niet fout, hè? per se, wel die uitspraak. Maar denken is natuurlijk gewoon hartstikke gezond. Alleen het gaat de boventoon voeren. Als we het kunnen uitrekenen, als we het kunnen aantonen, als het wetenschappelijk dicht is te timmeren, dan is het waar. En geloof krijgt eigenlijk een steeds minder grote rol in het bovennatuurlijke. In het, datgene wat je niet kunt berekenen. Datgene wat je alleen maar kunt omarmen omdat je het gelooft. Het is nog wel zo dat het buiten de mens leg, ligt. Hè. Dus als een wiskundige formule klopt, dan zeggen we: oké, okay, of ik het nou voel of niet. Dan is het zo. De zwaartekracht, ja, dat is er. Want je kunt het berekenen. Dus het is ik je kan het aantonen. Welke beweging zou... Even trouwens tussendoor, hè. Stel, je zou dit op een, op een bij loslaten. Kan die dan vliegen? Nee, dan dus zou je onze wetenschap... De, 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 wat wij weten over hoe je vliegt, de zwaarte en uh, hoe vaak vleugels heen en weer gaan. Ik ken al die wetten niet precies. Dan zou een bij, wiskundig gezien, misschien zou ik scheikundig gezien of biologisch gezien, zou niet kunnen vliegen. Dus het is maar de vraag hoe dicht wetenschap is, hè? relatief. Maar goed, welke beweging is er daarna op gang gekomen? Ja, yeah. ik voel. Ja, dus wat je ziet is dat er een beweging is van geloven in een objectief iets. Het denken gebaseerd ook op een objectief iets buiten jezelf, maar eigenlijk wel minder zeggenschap. Komen we nu of zijn we nu in een postmoderne tijd beland die eigenlijk zegt als je het voelt, dan is het zo. En geloven en feiten die zijn eigenlijk ondergeschikt. Minder belangrijk, nog niet per se ver, maar werd ter discussie stellend. Het is meer subjectief. In plaats van buiten de mens, buiten jou en mij, wat bepaalt wat waar is, wat goed is, zit het veel meer in ons. Dat zag je dat ook in dat filmpje. Jij bepaalt zelf hoe je je leven inricht. En dat wordt vooral gebaseerd op je gevoelens. Dus zien jullie de beweging in de afgelopen. Even zou je kunnen zeggen, maar zeker vanaf 1950, grofweg iets daarvoor. Nou, dit plaatje wordt daarbij, daar kan ik uren over praten. Dat ga ik niet met jullie doen, degenen die dat leuk vinden. Um, begonnen met de Renaissance. Wie weet wat het woord Renaissance betekent? Wedergeboorte. Wedergeboorte. dat woord is pas later aangegeven. Maar eigenlijk zagen we daar als mensheid het licht. Het begin van de civilisatie. Daarvoor was het eigenlijk allemaal nog maar. En wij zagen het licht en het heeft een enorme ontwikkeling meegemaakt. Niet allemaal negatief. Hier zitten ook heel veel grote denkers achter. Ik zal jullie alle namen besparen. Die hebben briljante dingen bedacht, maar ze hebben ook iets in de wereld geholpen. wat ons los heeft gemaakt van God. En ons steeds meer op onszelf heeft doen vertrouwen. De wetenschap, romantiek, atheïsme, het los van God denken. God bestaat niet. De verlichting, de grote tijd van de filosofen. Met als individualisering tot gevolg. Kapitalisme, niet verkeerd. Hè, in die zin, gezonde winst willen maken. Maar de grote massaproductie. heeft enorme gevolgen voor deze wereld. En uiteindelijk heeft geleid tot welvaart. Maar heeft die welvaart ons dichter bij God gebracht? Nee, we zijn steeds onafhankelijker geworden. Want we kunnen het zelf maken. Is het niet hier en is het wel ergens anders in de wereld? Uiteindelijk het post-transhumanisme. Mensen zeggen eigenlijk dat we al na de. Postmodernisme, zitten als transhumanisme, dat is eigenlijk um, de grenzen van mensheid overschrijden naar een nieuw niveau van mensheid met combinatie van techniek. Nou, er zitten hier mensen in de zaal die daar ook wel een beetje middenin zitten. AI, artificial intelligence. Het aparte is, de zingevingsvraag gaat niet weg. Dat ervaren jullie misschien. Noem maar eens een uh, tuincentrum en je ziet heel veel beeldjes. Tik maar eens in voor yoga-kussen er zijn. Onvoorstelbaar, meditatiecursussen. Dus het bijzondere is dat, ook al um, zeg maar, er is geen objectief iets buiten onszelf, er is eigenlijk geen religie, er is geen God, toch zijn we op zoek naar zingeving. Omdat we merken, en de mensen die hier zich helemaal in ondergedompeld hebben, rijk zijn geworden, die processen hebben doorlopen, dat nieuwe denken, uiteindelijk, ik hou een leeg hart. Het wil niet. En. en Voelen ook wel ergens aan, ja, maar ik heb toch wel hulp van buitenaf nodig. Moet wel een beetje zen zijn, moet wel in balans zijn. He, dus die zingevingsvraag is niet weg uit onze samenleving. Alleen wordt op een andere manier ingevuld. Niet meer bij God, niet meer objectief, maar je kunt het zelf doen. Hier past Jezus prima in. Degene van jullie die wel eens evangeliseert en over Jezus begint. Ja, Jezus. Ik weet niet precies wat het is, maar uh, ja, het ja. is een, een mooie leermeester. Hij is een inspiratiebron. Maar Allah ook. En Boeddha, en dan krijg je een soort mix. En dat is eigenlijk spiritualiteit, hè? Dus religiositeit. Soms kunnen we dat woord een beetje belachelijk maken, religie. Maar dat is eigenlijk dat je je leven inricht op basis van objectieve waarheid. Maar spiritualiteit is eigenlijk iets wat je zelf gewoon beleeft. En je maakt dat zelf. En Jezus past nog prima in dat hokje bij veel mensen. Maar kom niet aan met dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Kom niet aan dat hij bepaalt hoe je leven in elkaar zit. Want dan ben je. Hmm? Ja? Wat krijg je naar je hoofd als je dat zegt? Liefloos, intolerant, discriminerend. Hoe kun je dat nou zeggen, dat jouw waarheid de enige waarheid is? Terwijl dat toch wel de eeuwen door het grote verhaal is geweest, zeker van onze christelijke samenleving. Goed. Nou, wat heeft het voor gevolgen? Enorme secularisatie, kerkverlating. Ik weet nog dat ik door Rotterdam heen liep, maar opa. Oma, 40 jaar geleden, iets minder. En dat echt veel mensen naar de kerk gingen in Rotterdam. Ik zeg niet meer dat het zwart zag van de mensen, van de stromen kerkgangers, maar echt behoorlijk. Nou, jullie, zijn, jullie wonen in Rotterdam, die tijd is voorbij, toch? Er komen meer mensen uit het centrum, s'ochtends de stad uit. <laughs> niet naar de kerk. Dat hadden wij. Niet wij naar de kerk toe en dan kwamen de dronken jongens uit de stad kwamen ons tegemoet. En um, dat is ontzettend verdrietig. Het zijn cijfers, hè, mensen. Het zijn statistieken. Maar als we nagaan hoe God ons land heeft gezegend. En nog steeds zegend, gelukkig houden vast. Maar hoeveel mensen toch nog een besef van God hadden. Hoeveel kerken. We waren echt zo'n rijk gezegende natie. En je ziet het, we gooien het overboord. Er is een proces in gang gezet. Ik zeg niet dat God het niet kan stoppen. Maar het is wel erg zorgwekkend. Hier groeien wij in op. Wij vinden, jullie vinden het normaal, ja, kerkersloop, ja, logisch. Maar dat was vroeger niet zo, er werden kerken bijgebouwd. Oh, met name de Bijbelbelt. Ik zou zeggen, wen er niet aan, word een beetje wakker. Het is niet normaal, dit proces. Acht op de tien Nederlanders kan prima leven zonder Jezus. Nou, vul het maar even in de onderzoeken, rol je ja, over het scherm, uh, de mate van kerkverlating. Niet dieu, niet metre. Wie weet wat dat betekent? Geen God, geen meester. Dat is, het, uh, dat is het, de kreet van deze eeuw. Dus ik heb niks boven me. En uh, ik doe wat ik zelf wil eigenlijk. Zeg. Ik ben geen dienstknecht. Wat is de opbrengst als we dat zouden samenvatten? wat brengt ons dat, deze ontwikkeling? En ik, ik kan me voorstellen dat je nog veel vragen hierover hebt. Maar ik moet een beetje gang in de presentatie houden. God verdwijnt uit beeld in onze westerse samenleving. Ik zorg dat jullie deze presentatie ook krijgen hoor. De gemeenschap en het collectief raken buiten beeld. En de mens, en dat wordt in dit boek van Kotsoumen... De Vreemde Nieuwe Wereld, hij ligt ook op de boekentafel. Zeer aanbevelingswaardig. De zelf genoemd, jouw zelf. Staat meer en meer centraal. Daar waar het vroeger veel meer om de gemeenschap ging, zin ging. Wat kan ik bijdragen? Ik ben onderdeel van een grote geheel, dus ik moet me aanpassen is het dus veel meer van, hoe kan ik mijzelf ontwikkelen? En men ziet de toenmalige geloofsvisies op het leven, met name de christelijke geloofsvisie, als verzinsels om de werping van de mens te versterken en te bestendigen. Dus het geloof is eigenlijk een vorm, en dat staat daarna, van zwakte, om te onderwerpen. Om een weg in het leven te vinden die eigenlijk zegt, ja, je bent zwak en je hebt iets nodig wat buiten jezelf ligt. Het is een leugen. En waar men van af wil is de onderdrukking van de mens. Daar kom ik straks nog op. Patriarchale samenleving, de plek van de man in de samenleving, het rolmodel van God, seksuele moraal. Dat heeft hiermee te maken. Einde onderdrukking. We willen leven zoals we zelf denken dat goed is voor ons. Fundamenteel anders dan 30, 40 jaar geleden en daarvoor. En de nieuwe wereld, zo kan je ook kijken naar onze cultuur, de vreemde nieuwe wereld vreemde nieuwe wereld, die verwerpt het idee dat wij in onszelf betekenis hebben, intrinsieke betekenis, waardevol. Men zal niet tegen, direct tegen jou zeggen, je bent waardeloos, maar van bijzondere betekenis en dat dat dus begrensd is, dat je daar niet onbeperkt aan kan rommelen. De mensheid um, speciale betekenis heeft en de essentie is hoe ze zich moet gedragen. Dus er is, je proef je dat, er zit dus een objectief iets in die zegt over ons hoe waardevol wij zijn. Dit komt echt voort uit ook de. Darwin, hè? Evolutietheorie. We zijn slijk, we zijn ergens ontstaan. Ja. Waarom zou je dan begrenzen in de ontwikkeling van mens. Als er toch evolutie is en als er toch geen objectieve norm is? Hij heeft enorme gevolgen gehad. De, het denken van de evolutietheorie. En heel veel mensen geloven daar inmiddels niet meer in. Maar die geloven wel in intelligent design. Maar dan zijn nog steeds de schepper buiten beeld. Dan geeft hij dat nog steeds ruimte om te zeggen. wij willen doorontwikkelen en wij hebben eigenlijk geen. Ethische grenzen, en wat ik nu zeg, dat is natuurlijk niet zo nog breed gedeeld, maar dat is wel denken achter de nieuwe wereld, die kunnen we overschrijden, want er is geen objectieve norm. Nou, Gabriele Kubi, ook een mooi boek, kan je hier even lezen na de, na de lezing. seksuele revolutie schrijft over de ontworteling van de mens. We slopen de fundamenten van onze menselijke identiteit en moraliteit. We zijn gewoon aan het mens zijn aan het rommelen. En dat is dus een nieuw begrip van de menselijkheid. Die vooral gericht is op het innerlijke leven van een individu. Nou, een klein beetje saai misschien, een beetje taai, maar dit geeft woorden aan de ontwikkeling waar wij in zitten. In de cultuur waarin wij zitten. Dus een beweging van wat buitenaf belangrijk is naar binnen. Nou, ik zal het even wat sneller doen. Dit zegt eigenlijk: de moderne mens schept jouzelf. Jij kan jouzelf scheppen. Jij kan zelf helemaal bepalen wie jij bent. Inclusief ook op het terrein van je lichaam. Jij moet jezelf, alles moet zich aanpassen aan jou. Herkennen jullie dit? Ik vind het een beetje zwart-wit. Ja. Proeven jullie dit? Zien jullie dit in de samenleving? Ik vind het eng. Ik vind het een eng ontwikkeling. Maar ik kijk daar natuurlijk naar met mijn christelijke bril. Het is, mijn bril is getekend door Gods woord. Het kan ook zijn, als je dat niet hebt, dat het een super interessante cultuur is. Een super interessante wereld waar wij in komen. Met ongebreidelde mogelijkheden. Het ligt er, maar op wel, ligt er maar aan welke bril je op hebt. Hoe, welk filter je op hebt. Hoe je kijkt naar deze wereld. Nou, ik hoop dat je vanmorgen kijkt met een christelijke bril. De gepsychologiseerde en getherapeutiseerde zelf. Dat is eigenlijk, hij is op zoek naar geluk. Hij of zij moet het gelukkig hebben, goed hebben. En dat mag alles kosten. En iedereen moet daaraan bijdragen. Gevoel staat centraal. En Schoemer noemt dat de individuele expressie. Het is niet onderhandelbaar. Dus als jij gezag ontleent aan je gevoel, je zegt dat is waar, dit klopt, en het stuurt mij, dan kom je vervolgens... Um, zie je de ontwikkeling dat mensen zich daar ook op aan moeten passen. Voelen jullie aan hoe, hoe, hoe dat een ontwikkeling is in onze samenleving? En ik zal straks laten zien hoe zich dat precies uit. Maar dit is aan de hand. Hier zitten wij middenin. Nou, deze film kennen sommigen wel. Loris Rings. Ik heb soms het beeld dat... Hè, de, nou, Frodo houdt hier die ring voor, in de band van de ringen. Daar draaien die drie delen over, van Tolkien. Maar, maar het is alsof die ring, alsof wij dat zelf zijn. We bewonderen onszelf. En we willen helemaal tot. Het houdt ons helemaal in de greep. Positief, negatief, hè? Je kan ook negatief bezig zijn met jezelf. Maar het draait alleen maar om jezelf. En uiteindelijk, dat boek even het laatste puntje, zijn identiteit is geseksualiseerd. Zijn gevoelens zijn leidend geworden. En hij ontdekt daarin ook nog zelf zijn seksuele. Identiteit, dat is een zoektocht. Dat is niet van buitenaf vastgesteld. En gevoelens zijn ondergeschikt eraan. Nee, gevoelens bepalen uiteindelijk hoe mijn seksuele identiteit. Als je al kan praten over een seksuele identiteit. Ik denk dat het veel beter is om over gerichtheid te spreken. Maar uiteindelijk heeft dat dus die individualisering. Die individuele expressie heeft dus gevolgen op alle terreinen van je leven en ook van de samenleving. Nou, natuurlijk. Heeft de mens innerlijke psychische ruimte nodig, die mede bepaalt wie we zijn en onder andere zelfreflectiemogelijkheid. Je hebt gewoon een unieke ik, een identiteit. En we hebben gevoelens. Gevoelens zijn heel erg belangrijk. Ik denk dat juist die tijd misschien wel van vroeger zich kenmerkt dat er te weinig ruimte en uh, visie was op gevoelens. Ook in het begeleiden van mensen en het praten daarover. Je helpt niet. Nou, iemand heeft dat hier al gezegd. Ik weet niet, Bart was dat volgens mij. God heeft ons emoties gegeven als mens. En ik vind dat heel mooi, die uitspraak Het is dashboard van de ziel. He, dus aan emoties kan je afleiden. Hoe gaat het met me? Geloven kan ook alleen maar persoonlijk. Iemand anders kan niet voor jou geloven. En dan heb je een persoonlijkheid, een ik voor nodig, die keuzes maakt. En je hebt nodig, ruimte nodig om je geloof uit te drukken. Dus in die zin kan je zeggen, het draait ook wel een beetje om jezelf. Dus je kan zeggen, deze, deze beweging is niet per definitie... Onbijbels in zijn geheel, alleen de onderstroom is, en dat is, dat is dan tegenover de Bijbel, is dat als je naar binnen hebt gekeken en je hebt je geanalyseerd, is dat je vervolgens naar boven moet kijken. He, dat onze zelf uiteindelijk, dat is de laatste zin, dat die bepaalt door externe factoren, wij zeggen door Gods woord wat God van ons zegt. En hij staat onder gezag van God en niet los daarvan. Dat zeggen ook de psalmen... He, de, de dichter kijkt naar binnen en die beschrijft zijn emoties. Die zegt hoe hij er aan toe is. Die zegt hoe hij zich voelt. Die zegt zijn zonde. En wat doet hij vervolgens? Hij heft zijn ziel op tot God en hij vindt daar zijn waarheid. Hij vindt daar zijn objectieve standaard. Hij vindt daar zijn vreugde. Dit is ook echt een verschrikkelijke ontwikkeling gewoon voor de mens. Het gaat niet alleen om te beschrijven hoe slecht de cultuur is. Maar als je met deze beweging meegaat. Waar moet je je dan aan vasthouden? Aan jezelf? Ik, zou, ik, ik word daar wanhopig van als ik daarover ga denk. Dat ik me aan mezelf vast moet houden. En Augustinus, misschien kennen jullie hem, een kerkvader. Heeft dus een Confessionus, um, vijfde eeuw, geschreven over de ziel. Hij keert zich naar binnen om zich vervolgens naar buiten te richten: naar God, naar de werkelijkheid, die voorafgaat aan en groter is dan zijn eigen gevoelens... en in het licht waarvan die gevoelens moeten worden verstaan. Ze zijn waarheid, ze zijn eerbaar, ze zijn deugd. Je toetst je gevoelens aan een objectieve norm. Gevolgen. Stel, je wil christen zijn in deze maatschappij... en je zegt, ik wil niet meegaan in deze stroom. Dan denk ik dat we... en dat je zegt, ik wil inderdaad leven zoals u... En ik gebruik uw objectieve norm voor mijn leven persoonlijk, maar ook hoe ik me verhoud tot anderen. Dan denk ik dat twee zijn, gevolgen zijn waar wij nu mee in de knel gaan komen als christen. Daarom voel ik me een klein beetje profeet. Dat is dat vrijheid van godsdienst een bedreiging vormt voor de burgermaatschappij. Artikel 6 hebben wij nog vrijheid van godsdienst, burgerlijk uh, wetboek. Maar je zaait haat. Je bent onverdraagd, je bent intolerant. Terwijl je staat van godsnorm, Terwijl je weet dat dat goed is. Gaat onze cultuur het meer en meer ervaren als dat je foob ben? Zet er maar voor wat dan allemaal, voor foob. Men begrijpt je ook helemaal niet meer. Dat denken van vroeger, dat denken van het klassieke denken, van boven vandaan een norm die bepaalt hoe je leeft en hoe het goed met je gaat, dat gaat steeds meer schuren in deze samenleving. Nou, misschien heb je het al ervaren. Op je werk, school, samenleving, familie. En daar komt nog bij dat men de vrijheid van meningsuiting. Hè. Dus die twee artikelen zijn natuurlijk heel belangrijk voor ons als, als kerk. Dat het ook als een vorm van bedrog om het oude in stand te houden wordt gezien. Nou, die twee artikelen, ik kan daar ook nu niet te veel op in. Gaan, gaan veel betekenen voor ons als kerk. Gaan veel betekenen voor jou en mij. En hoe gaan we daarmee om? Kijk, nu hebben we een kabinet, nou, is nog niet een kabinet, maar je merkt dat er nu een wat andere onderstroom is. Hè. Er worden toch op terrein van ethiek en moraal wat wetten tot stilstand gebracht. Of, um, maar ik denk dat die slinger wel gewoon doorzet in Europa, het Westen. Uh, we gaan hiermee mee te maken krijgen. Jij gaat hiermee mee te maken krijgen. Jullie kerk gaat hiermee mee te maken krijgen. Wij gaan hier misschien mee te maken krijgen. En wat doen we dan? Verlagen we de norm? Zijn we die kikker en die zegt na? Nou, of zeggen ze oké? Okay, maar dit is wat erbij hoort. Dit is wat de kerk van de alle eeuwen heeft ervaren. Het schuur in de samenleving. Uh, maar dat het staan van God ons alles waard is. En dat we weten, hij zorgt voor ons. Goed, binnen deze revolutie, die cultuurrevolutie, dat verbonden raak aan jezelf, is er een seksuele revolutie. Tot 1950 was de heersende moraal, een huwelijk, een huwelijk tussen man en vrouw, homoseksualiteit niet toegestaan, zelfs verboden, Sex en gender was gewoon biologisch vast, vastgesteld. He, je had wel misschien iets van genderfluiditeit, maar heel beperkt. Samenwonen deden we niet. Scheiden, taboe. Ook ingrijpend. Ik zeg niet dat dit allemaal beter was. Want als je dus te maken had met een huwelijk wat bijbels gezien, ook dat je daarin zou mogen scheiden. Dan moest je dus een brief naar de koning of koningin schrijven. Dan mocht je hopen dat... He, dus ik zet het niet neer van dat was toen veel beter, maar dit was wel de moraal. En vooral christelijke moraal in de samenleving. Abortus, niet, prostitutie ook niet. Illegaal. Strafbaar. Deze man heeft eigenlijk het wissel omgezet in onze samenleving. De brede westerse samenleving. We waren klaar voor zijn schrijven over het kindzie, vader van de seksuologie. Misschien als je naar de seksuoloog gaat, soms, en je vraagt waar baseert hij of zijn haar kennis op, dan komt dat heel veel ook hier vandaan. Hij heeft een boek geschreven: Sexual Behavior of Man en later ook voor Women. Het seksuele. Gedrag van de man en de vrouw en hoe zij dat kan exploreren, kan, uh, kan uiten. En hij pleitte voor seksuele bevrijding. Hij had allerlei experimenten gedaan. De Kinsey Report. Je kan dat zelf even opzoeken. En ingehouden seksuele verlangens zijn schadelijk. Dat is zijn grondgedachte. Dat, dat moet je echt onthouden. Ingehouden seksuele verlangens zijn schadelijk voor jou, voor jouw persoonlijkheid. En hij heeft dat zelfs op baby's getest. Ik zal de details besparen dus dat het dan met Kindsreport. Zijn grondgedachte is: al onze wetten. Denk even aan die 1700 jaar christendom. Al onze wetten, al onze normen, onze waarden zijn gebaseerd. Ook op seksueel gebied berusten. Op de uitdrukkelijke intentie om de familie te beschermen. En de basis van de zin is de vader. Gods afdruk in de samenleving. Met name die van de man, van de vader, wat cruciaal is. Daarvan zegt hij: daar moeten we vanaf. Nou, het is verschrikkelijk wat deze man allemaal heeft gedaan, maar hij legde wel de basis met zijn boeken, die van de 300.000 exemplaren in nota zijn werden verkocht. En de samenleving was er rijp voor om het wissel om te zetten, vrije seksuele moraal, en hij was bevriend met Hugh Hefner, de grondlegger van Playboy. Je ziet ook dat hier de hele porno-industrie is ontstaan. Als ik uh, op dat terrein uh, me wilde uh, uh, ...verkennen, Dan moest ik naar de Shell, weet ik nog wel, ergens. En dan moest ik kijken of ik zonder uh, schaamte om mijn gezicht. een boekje kon kopen wat uh, veel bloot bevatte. 40 jaar, nou dat was 25 jaar geleden. Er was nog geen internet. Pornografie. Om mijn 16 met een computer. En nu? Meer dan 2 miljard pornowebsites. Onvoorstelbaar. En, uh, en dat wissel is dus helemaal nog niet zo lang geleden omgezet. 60, 70 jaar. Nou, even over porno, pornografie, misschien ben je er al aan gewend, daar nou, kan een hele preek over houden, dat doe ik soms regelmatig ook, wat er schade van is, maar dit is een seculiere port. Het leidt tot verminderde zelfbeheersing, dwangmatigheid, emotionele ontregeling, impulsiviteit, verminderd beoordelingsvermogen, geweld, moord, pornoverslaving, groot drama, echt een groot drama. We zijn gewoon in de val gelokt. Door onze cultuur, onze samenleving... En het moet kunnen. Maar Jezus, God zegt, seks buiten het huwelijk kan niet. is schadelijk. En zelfs de seculiere wetenschap zegt dat. Het, het is net zo schadelijk als drugs en als alcohol op de lange termijn voor je hersenen. Mocht je hiermee zitten, praat erover. Praat erover. Het is, ik zou echt eerlijk zeggen, het is niet raar dat je hiermee zit. Echt niet raar. Raar in de zin van... Uh, Blijf er maar vanaf in deze samenleving. Het is gewoon bijna niet te doen. Ook als je het niet zoekt, krijg je het gewoon. Dus het is niet raar als je hiermee te dealen hebt, want dit is onze cultuur. Uh, maar ik hoop dat je, het naast, dat je het niet raar vindt, Maar je zegt ik wil er wel vanaf. Ik wil echt een punt maken, ik wil ermee breken, want het vernietigt je geestelijk leven en het vernietigt ook je hele persoonlijkheid. Je man zijn en je vrouw zijn. 70% van de mannen worstelt ermee. Dat is een getal aan de onderkant. 30% van de vrouwen, 50% van de voorgangers. Denk niet dat het de kerk voorbij gaat. En het enige wat helpt is open worden, praten, bidden en uh, hulp. Goed. Uiteindelijk, de oogst, de opbrengst is weg met God en weg met zijn geboden. Nou, dit is de oogst. Ik word altijd alweer erg verdrietig als ik dit plaatje zie. Ik heb het even opgeschreven. Enkele tientallen jaren. Daarvoor leefde je gewoon nog in een redelijk gekristianiseerde samenleving. Zelf... Ik, ik, ik kan er ook de hele dag over spreken, maar die, die, uh, die second love, hè? ik vind dat zo bizar. Hoeveel jongeren zitten, jongeren zitten in de jeugdzorg met grote problemen, onder andere door scheiding. Dat is gewoon aangetoond bewezen. Dat heel veel jongeren in de jeugdzorg daar zitten, omdat het thuis niet lekker loopt. En wat doen wij? Reclames. Heb er nog iemand naast? Als je niet tevreden bent thuis. Het is gewoon, heel onze cultuur helpt gewoon uiteindelijk om ons als mens en als land naar de afgrond te helpen. Ik zal het maar gewoon zo zeggen. Hoe verdrietig. En natuurlijk, hier is van alles over te zeggen. Het is goed om ook over gevoelens te praten, maar dit is gewoon een verschrikkelijk proces. De seksuele revolutie. Met daaruit voortkomend de LAWTIQ-plusbeweging. Het woord verschilt ongeveer per maand. Niet spottend bedoeld, maar het is zo. Hè. Er zijn natuurlijk 70 varianten nu van hoe je jezelf. Je binariteit, hoe je, je non-binariteit. Hoe je, ja, jij jezelf beschrijft. Ik maak dat niet belachelijk, hè. mensen. Ik zeg het nogmaals. Maar dat is wel hoe onze samenleving dat woorden geeft. En dat heeft er met name te maken met dat je zegt: Ik voel. He, dus denk even naar die beweging van de afgelopen eeuwen. Ik voel, dus ik ben. En dat het geslacht, het biologisch geslacht, een fantasie is. Er bestaan geen mannen, er bestaan geen vrouwen. We geloven dat omdat dat tegen ons gezegd is. En in die boekjes opgeschreven. En dat het ook nog ergens in de Bijbel staat. Daarom geloven we het. Maar het is niet zo. Het is een leugen. Jij bepaalt het zelf. En er kan best wel iets van biologie zijn. Kan wel. Met mannelijke kenmerken. Maar jouzelf, jouw. Identiteit die bepaalt dan hoe je daarmee omgaat en hoe je jezelf noemt. En Judith Butler, zij schrijft, is een van de grote uh, ja, grondleggers ook al hiervan, denkers, vernieuwing van de geslachtsidentiteit is het doel. Want pas dan zal het individu zich emanciperen van de dictatuur van de natuur. Dictatuur van God, die oude waarden. Dat moet weg en wordt de volledige keuzevrijheid en ten alle tijden te veranderen, zelfbepaling je gender verwezenlijkt. Ik voel me. Dus ik bepaal zelf. Nou, een heel indrukwekkend boek ligt op de tafel. Ook een transgender komt thuis. Iemand die hier helemaal in mee is gegaan, in dat denken. In Amerika was dat al veel eerder, hè? veel sterker. Zich ook helemaal heeft laten uh, in transitie is gegaan. En uiteindelijk terug is gekomen. Bij God, bij haar familie, bij wie ze zelf is stukje stukje detransitie, maar dat kon niet meer helemaal. Want als, als vrouw had ze echt ja, zichzelf, ik noem het beschadiging, beschadigd. En, en begrijpen we me goed, en mensen, dit is ook een pastoraal thema. Er kunnen hier mensen zitten die, die worstelingen ervaren. Van wie ben ik dan? En misschien wat te maken hebben met, uh, met die fluiditeit. Dat dat echt iets is wat gewoon in jou zit. Maar heel veel wordt ook door onze cultuur bepaald. Grote groepen meiden op scholen nu, groep acht. Die denken dat ze allemaal bi zijn. Echt, hè? Ze zijn van appgroepen, meiden van 7, groep 7, 8. Die zijn bi. Ja, dat, dat is niet zozeer omdat ze echt bi zijn in de zin van dat ze homoseksuele gevoelens hebben. Maar dat is onze cultuur die hen dat oplegt. Opdringt. Nou, dit is een heel mooi getuigenis. Van de worsteling. En de ernst ook van die problemen. Ik noem het even problematiek, maar van die thematiek. Maar ook de bevrijdende kracht van God. Om weer het Bijbels model te omarmen voor jezelf. Dit boek heb ik al even genoemd. Goed, dit is de beweging die we dus zien. Dus waar vroeger extern vast lag wie hij was. Ik heb hier altijd het voorbeeld van: Dit is dan een boswachter. Maar um, ja, de, de, als je aan die jongen vraagt wie ben jij? dan zegt hij waarschijnlijk: Ja, ik ben boswachter. Uh, dat ben ik omdat mijn vader dat was. Ik woon in Lutjebroek. En ik ben een man en ik ben een jongen. En nou ja, niet te ingewikkeld. Hij was niet met zichzelf bezig, hij was met andere dingen bezig. Vraag je nu aan iemand: Ja, wie ben je? Wie ben jij? Ja, dat, dat ligt niet vast. Dat is fluide. En dat, is, dat, is, ja, dat gaat om ik. Dat is de grote beweging zeg maar, in de afgelopen honderd jaar die we gemaakt hebben. En te midden daarvan staan wij als christen. En het is niet alleen... Je ziet ook dat het heel erg gepoest wordt door alle instituties. World Health Organization. Het is schandelijk voor woorden, hè, maar je kan het allemaal nazoeken. Dat gewoon nu beleid wordt ontwikkeld. Dat ook meisjes van vier jaar de gelegenheid moeten krijgen, jongens... ...om uiteindelijk naar zelfbevrediging te gaan. Vrije seksuele moraal. Buiten het gezin om. Buiten de opvoeding van de ouders om. In de instituties. Dat is de grote beweging die je ziet. Rutgers Stichting. Ga maar eens even op de website kijken. Onderwijsmateriaal van de scholen. Het zit overal in. Of je nou wil of niet. Je krijgt het door de... stotgedrukt gedrukt als je er niet oplet. Nou, deze onderwijsminister... ...inmiddels zit hij er niet meer, volgens mij. We hadden een beetje grote mond... Dennis Wiersma. Maar die uh, vond het eigenlijk maar onzin, die refo-scholen. Uh, hoe wij over dat huwelijk en seksualiteit dachten. Andere woorden in de klas. Geen jongens, meisjes of brandweerman meer. Je kan hem lachen, maar dit waait niet over, mensen. Dit waait niet over. Als je straks bij een communicatiebureau werkt... en je, moet, uh, je zit achter de DTP-afdeling of je ontwerp had... wat ga je doen... Of wil een reclamecampagne met twee mannen, twee vrouwen. Met... Ga je meewerken? Of je moet in je studie een onderzoek doen. Dan ga je het opschrijven. Super actueel hoor, dit. Echt, misschien als je nog in een bepaalde branche werkt. Met je handen, MKB-bedrijf, christelijke bubbel. Valt het misschien nog mee. Maar als je je vleugels wat verder uitslaat. Je zit dan meer in de dienstensector. Bij de overheid krijg je mee te maken. Wat gaan we doen? Dit las ik van de week. Ook zoiets. Mannen, steeds meer mannen, die zich laten steriliseren. Ze durven het niet meer aan om kinderen te krijgen. En ze vinden het slecht voor het milieu. Serieus, hè? Ja, maar ik snap dat ook wel. CO2-voetafprint van één mens is onvoorstelbaar. Dus minder mensen gaat de wereld redden. Nou, dat is niet direct een seksuele. Maar het is wel die vrijheid, hè? Van wij bepaal ik bepaal gewoon helemaal zelf hoe mijn leven loopt. Hier leven wij middenin. Deze sla ik even over. Vanwege de tijd. Dat is ook wel belangrijk. Bijbelse duiding. Hoe moet je nou bijbels naar Bijbels kijken? Ik denk dat we echt in de eindtijd leven. Niet op de drempel, misschien. Maar dit zijn toch wel inluidende stappen van de Heer Jezus. Het zal zijn dus in de dagen van Noor. De slechtheid van de mens op aarde is groot. Daar hebben we echt mee te maken. Dit is ook echt slechtheid. Los van God. Aan iets aan de mens zelf zeggen. God zegt het is de kroon op de schepping. Ik heb hem gemaakt. Ik heb hem geboet Het was het enige waar God zijn handen bij gebruikte. Hè? De rest sprak hij. Maar de mens maakte hij, vormde die. En de blies die daar de levensadem in. En wij permitteren het ons om daar ongebreideld aan te rommelen. En dat lijkt aan de volk en dat nog wel meevalt. Maar dat is niet zo. We kunnen zelfs over tien jaar voorspellen dat dus nu mensen eieren maken. Doordat we met DNA zo aan het rommelen zijn. Ik voorspel je, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is de brave new world van Huxley die voorspeld is. We gaan echt in een ontaarde maatschappij terechtkomen. Het is Babel. Kom, laten wij voor onszelf een stad bouwen. Laten wij... Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde vast hier brengen. Dan zullen we het goed hebben met elkaar. De mensen zullen liefhebbers zijn van zingenot. Het draait om jezelf. En uiteindelijk wordt hij door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt. Laura Perry zegt: Wanneer iemand God verwerpt, zij is de schrijver van dat boek een Transgender Thuis. En zijn eigen begeerte najaagt, wordt de liefde verdraaid, opgeofferd en voorwaardelijk. Als jij dat, dan ik dat. Het draait altijd om jezelf. De liefde van Veda zal verkillen. Ik zei net al even Babel. Maar dan een Babel in de New age, hoe het er ook uit gaat zien. Maar uiteindelijk is het all about you. Wat te doen? Ik heb deze boodschap al vaak gehouden. Ik heb er 15 jaar over gedaan om hier te komen. Hier zo over te kunnen praten. Ik vind het nog steeds heftig. En misschien verschil je van mij van mening op bepaalde thema's. Het is soms ook moeilijk om vanaf deze plek ook genuanceerd. Over te praten, maar ik vind het wel eng om in deze tijd uh, groot te worden, ook mijn kinderen. Als ik met mijn christelijke visie daarin wil staan, ervaren jullie dat ook? Of zeg je van, uh, misschien uh, waait er nog wel over. Geeft God opwekking. <laughs> kan, zeker. Een letter rain, zoals we uh, denk ook wel mogen hopen. Maar ik denk dat we ons ook voor moeten bereiden op moeilijke tijden ga niet overwaaien. Is niet zomaar weg. En misschien dat die, ik zeg eventjes, hè, bijvoorbeeld de, de transitiekant, transgenderkant. Je ziet bijvoorbeeld dat daar echt ontwikkelingen zijn van uh, is dat wel wij, zeker tienermeiden, meiden. Maar het denken, de vrije seksuele moraal, het kunnen ontwikkelen buiten God, omdat het gaat gewoon door. Goed. Ik denk dat wij kunnen roepen. Ik roep het wel eens uit. Wat kan de rechtvaardiger dan doen? heb Psalm 11. De fundamenten worden omvergehaald. Dit op deze schaal is nog nooit zo publiekelijk, zo tentoon verspreid. De zonde is niet nieuw in de kern, maar de manier waarop we die bedrijven wel nu, en publiekelijk, voor zeker de fundamenten worden neergehaald. Wat kan ik doen? Misschien is je wanhoopskreet dat vanmorgen. Ben je leraar op school? Borstel je nog een beetje? Ja, het lespakket en ik moet er een draai aan geven hier in de klas. We moeten dat doen. Ik kan er niet van alle functies invullen, maar het gesprek hebben we dagelijks. Dat moet ik doen? Ik heb drie handreikingen en daar kunnen we ook verder over praten in de groepjes. Daarmee sluit ik af. Martin heeft het al genoemd, God is echt duurzaam. Onze hoop en onze wachting is van Hem. De Heer is zijn paleis. Dit volgt op dat gedeelte dat hij dichter roept. Wat moet ik doen? Als de fundamenten omver worden geworpen, Heren, wat moet ik doen? Dan zegt hij: De heren zijn verpleis. De troon van de heren staat in hemel. Je hebt Psalm 93 net gelezen. Lees je het ook? En dan mooi, hè? want de heren is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. Als jullie gaan staan voor de principes van God in liefde, met een bewogen pastoraal hart, dan zegt God: Ik heb je daden lief. Cupido, of Biblio. Welke daden? De daden van jezelf en hoe je het zelf invult of zeg je Gods daden? En dan mag je weten, hij heeft, mijn, hij heeft mijn daden lief, hij heeft mijn lief en de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. De beloning is onvoorstelbaar groot. Als je blijft staan in deze tijd en God wil ons daar de kracht echt voor geven, Want hij vast staat in de hemel, ik denk me wel eens in, hoe zou God, als je zo in, in God gelooft hè, ...die kijkt over het universum heen... Hè? ...het is niet zo dat God is ook buiten het universum... ...God is niet alleen maar in het universum, in het heelal... ...miljarden sterrenstelsels... ...we hebben er nou eigenlijk nog maar niks van ontdekt... ...en dat groeit ook nog... ...en God is daar buiten... ...en ergens is hij op zoek naar die hele kleine aarde... ...en dan ziet hij daar wat wij aan het doen zijn... ...wat komt er bij God omhoog? Ik denk boosheid... ...woede... ...ontwaardiging... ...heilige verborgenheid... ...wat doen jullie in mijn schepping... Dat is niet van jullie. Dat is van mij. Maar ik denk ook diepe liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat was niet een tekst alleen 2000 jaar geleden. Hè, toen Jezus op de aarde liep. Dat geldt ook nu. Al zo lief heeft God de wereld. hè? Omdat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan ieder die gelooft. Die verloren gaat. Vol genade. Vol barmhartigheid. En die eigenschappen van God die komen bij elkaar. Nu ook in deze tijd, anno 2024. En God zoekt een volk. God zoekt jongeren, zoekt mensen die voor hem willen opstaan. Die zeggen: No way, ik ben een Daniel. In zijn tijd. Babel, verschrikkelijk. Uitte zich in een andere vorm, maar Babel was verschrikkelijk. Het was een stad vol met orgies. Met eten, drinken. Onmogelijk om christen te zijn. En wat zei Daniel? Hij zei dit. Hij nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de Hovelingen of hij zich niet hoefde te verontreinigen. God gaf Daniel genade en bomhartigheid met het hoofd van de hoofdelingen. drie dingen. Hij nam een besluit in zijn hart. Hij nam zichzelf voor. Misschien had hij het al gedaan voordat hij naar Babel werd weggevoerd. Daarom dus uit zijn besluit van voort ik ga handelen. Ik zeg nee. Ik zeg nee. Of ik wil het anders. En dan zie je dat God zijn zegen geeft. Wij draaien het vaak om. Zeggen Heer, je moet eerst je zegen geven. Moet eerst de situatie veranderen. En dan ja dan zie ik het wel zitten. Nee zo werkt God heel vaak niet. Wij moeten eerst een besluit nemen. Ik wil staan in deze wereld. Of je nou wil of niet. Ja, je kan wegkruipen. Je kan op een hutje neigen zitten. Maar of je dan blij bent met jezelf. Je neemt een besluit in je hart. Misschien de weekend wel. Ik wil God volgen. Ik weet niet hoe. Ik ben doodsbang. Maakt me niet uit. Maar ik wil God volgen. Daniel. Ik denk dat Daniel ook zonder vrees is geweest. Maar doordat hij dat besluit heeft genomen. Wist hij als het moment komt. Dan zeg ik nee. Daarom verzocht hij. En God gaf hem verhoring. Ik gaf hem genade. Maar Markt God kan wonderen doen. Ook in jullie banen, in jullie plekken. Stel je moet promoveren. Stel je kiest een onderwerp wat, wat in de smaak valt. Dan kan je bidden. Heer, is dit het? Oké, okay, dit is het. Ik ga ervoor. En, en beïnvloed die hoogleraren maar. Of, of verzin maar een manier. Of in je werk, tussen je collega's, in de keet, Gesprekken. Dat je je mond houdt. En ik zeg. Nou, maar, 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 maar ik mag ook gewoon mijn punt inbrengen. Kijk. Wij kruipen weg, hè, mensen? Dat heb ik ook heel lang gedaan. Ja, het christendom is eigenlijk een beetje een sukkelige religie. Ik zal me niks uh, zeggen. Ja, maar dan creëren we al het probleem zelf. Nee, we hebben echt gewoon een goed verhaal. We hebben een verhaal van, uh, van 2000 jaar, 6000 jaar. Wetenschappelijk aangetoond: 22.000 manuscripten van Gods woord, hè? Jullie geloven allemaal in Napoleon. Ik ook. Maar er zijn nog geen duizend manuscripten van gevonden. Dus bewijsmateriaal dat het echt waar is. Nou, dus dan moet je eerst zeggen dat Napoleon niet waar is. En ja, dan kan je misschien zeggen dat Jezus ook niet heeft bestaan. 22.000 deelmanuscripten van Gods woord. We hebben echt goede papieren. Alleen durven ze in te brengen. En durven te staan. En dan zullen we ook Gods zegen oogsten. Kies. En als laatste. Dat is mijn ene laatste sheet. Mijn stem niet, me gaf het een beetje. En ik kon het zelf slecht lezen. Dus ik heb het ingesproken. We gaan het even proberen. Eens dus kijken of dat werkt. Techniek, hè. En ik zag een nieuwe hemel. Is goed, misschien moet je even je ogen dicht doen. Dus om even te concentreren. Je hoeft niet zozeer van mijn stem onder de indruk te zijn. Nee, maar we hebben dus aan de ene kant God zit in de troon, hè? Ik hoop dat je dat echt gelooft. Dat God regeert. Hij zit in de troon. Onze hoop is op hem. We leven in een verdorven tijd die alleen maar gekker wordt. Onze kerken komen steeds meer onder druk. En jij moet daarin een besluit nemen. Moet daarin gaan handelen in deze wereld. En dan is dit zo bemoedigend. Johannes, was, Johannes zat op Patmos. Hij was verbannen. Hij is moeilijk. En dan is dit wat hij ziet. Dan is dit wat Jezus. Heeft. Dit is het perspectief. Als je die race gaat lopen. en je komt behouden aan. dan is dit wat God tegen je zegt. Sluit je ogen maar even. Dan kan je goed luisteren? En ik zag een nieuwe hemel. en een nieuwe aarde. De eerste hemel. en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag daar in de stad, in Jeruzalem, meerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid, die voor een man zierlijk gemaakt is. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. En er zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn. En zijn God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zij zie. Ik maak alle dingen nieuw. Halleluja. Dus we kijken naar boven. We kijken naar onszelf en deze samenleving waar we staan. En we kijken vooruit. Een hemelsheerlijk perspectief. De vraag is, wat wil je? Oh, sorry, deze. Deze tekst, openbaringen 21. zeg ik dat goed weten, hier? 21? Bij de eerste drie versen. Ben je een struisvogel? Nou, dat kan niet meer na vanmorgen als je een beetje geluisterd hebt, denk ik. Ben je kikker of ben je de honingdas? En ik sluit af met een filmpje. En daar ga ik nog iets over zeggen dat is het laatste. Dan uh, is aan jou uh, Wilco Vloer. Een Python heeft een, uh, een honingdas te pakken. Kijk even met me mee. Hmm. Misschien kan het licht even uit, hmm. oh. oh. Are you filming that? nice sighting, guys. Yes. I've never seen something like this. Yes. Oh. Mm -hmm. Hij had hem dus in zijn greep. Zo kan je je ook voelen. Vanmorgen hier. Dat je in die greep hebt. Die druk. Geestelijke druk wel misschien. Van die cultuur en die wereld. Ik ga nog even een klein stukje verder, Janneke. Ja, twee minuten. Wat was de oplossing? Kam die zelf vrij? Ook, maar... Hm? afgeleid, ja, dus ik weet niet wat het is ik denk dat een, uh, sorry, Wie, wat is het Vo nee, is geen voorstel maar, de oplossing komt van buiten, dus je bent zelf aan het worstelen maar de oplossing komt van buiten wat wil je hierbij helpen het is, dus wij moeten zelf die keus maken, maar de oplossing komt van buiten, waardoor je vrij worstelt je eruit worstelt, waardoor je een hart hebt wat, wat moedig is, nou let even op wat er gebeurt je zou zeggen, dan, dan, dan gaat die vlucht hè? moet je opletten

C'est incroyable. C'est vraiment pas pour se défendent contre les. Ça c'est génial. <laughs> 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 We weten denk jullie die. Hij heeft hem, hij sleept hem met struikgewas in en hij uh, gaat hem lekker oppeuzelen. Kijk, hartstikke idee, weg ermee. Wie zou nog vrezen? Ik zal het linkje. Jullie willen het zien, hè? Hoppatee, slang afgevoerd. Mooi, hè? Is het inspirerend of niet? Oké. Okay. Laat het een inspiratiebron zijn. Voor, uh, voor ons christen zijn. Er is ruimte voor. Uh... Ik vind het zo'n fantastisch beest. Mooi hè. Klein. Stelt niks voor zou je zeggen. Hij neemt het op tegen een leeuw hè. Eén hornyboetser tegen zes leeuwen. Hij sleept die leeuw natuurlijk niet mee. Maar hij komt er levend vanaf. En ze zijn onder de indruk.